hoe heet het? Dus mijn dochter die zit net op de basisschool. En ik vernam dat ze ook Kitty Kottie gaan meegeven op school. Ja. Alleen ik ben dus nu al heel kritisch en heel erg benieuwd wie het verhaal gaat vertellen. Welk verhaal er wordt verteld. Weet je wel? Ja, het is allemaal wel belangrijk dat het verhaal verteld Absoluut. Gaat worden. En ik vond het heel bijzonder dat er, bijvoorbeeld toen we laatst op Curaçao waren, ging ik met mijn dochter naar bepaalde plekken, monumenten en ook musea, bijvoorbeeld musea van Tula en dat soort dingen. En mijn dochter, ik vertel haar het verhaal van Huanteteloque, van Tula, van Bayankarpata, et cetera. Maar zij is 4, dus het moet wel een beetje begrijpelijk blijven voor haar. Dus ik heb het altijd over kettingen in plaats van ketens. Ja. En dat Tula bijvoorbeeld verantwoordelijk was voor het doorbreken van die kettingen, zodat iedereen vrij is. En zij maakte zelf de conclusie dat hij een superheld was. En toen vroeg ze me 2 dagen later, hoe heet die superheld ook alweer? Ik zo, moest even nadenken, weet je wel. En toen zei ik, Tula! En dat vond ik heel bijzonder. Dat is mooi. En die richting moeten we op, weet je wel.